Medewerkers kunnen onderling of in contact met derden indirect te maken krijgen met zogenoemde ordeverstoringen en agressie. Kortom, dubbele punt, ongewenst gedrag. Een preventiemedewerker kan hierin een belangrijke preventieve rol spelen. Kees Weerheim van BAV Nederland en tevens oud-centralist van de 112-meldkamer in Den Haag biedt trainingen aan om dergelijk gedrag te signaleren en zo nodig in de kiem te smoren. Kees, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ja, ordeverstoring op de werkvloer, waar hebben we het dan over? Ja, daar hebben we het over. Wat je letterlijk zegt, ordeverstoring op de werkvloer, ongewenst gedrag. Wat wij in trainingen terugzien is dat je de hele maatschappij verandert. En waar je vroeger als hulpverlener gewoon je werk kon doen, zie je dat je tegenwoordig als hulpverlener te maken hebt met omstanders. De telefoontjes. Van de week was het ook weer op het nieuws, hè, dat mensen zich storen aan het feit dat terwijl hulpverleners bezig zijn levens te redden of zeg maar hun werk te doen, dat aan de kant van de weg of aan de kant van de toeschouwers mensen staan te filmen en opmerkingen plaatsen en bezig zijn zeg maar met andere dingen dan waar die hulpverlener op dat moment ook aan het focus is. Dat is natuurlijk een heel breed verhaal. Waar wij als we bedrijfshulpverleners en preventiemedewerkers opleiden, dan zie je dat vooral natuurlijk op de werkvloer is. Ja. Maar op de werkvloer is het is een kopie van de maatschappij. Dus het is niet alleen zozeer dat het ook voorkomt bij ambulancepersoneel. Er zijn hele campagnes over natuurlijk. Handen af van hulpverleners. Geldt ook voor de brandweer en ambulancemedewerkers en de politie uiteraard. Maar gebeuren dat soort dingen nu ook echt op de andere werkvloer, zeg maar? In het kantoorleven bijvoorbeeld. Dat mensen ook echt met vervelende situaties te maken krijgen. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Nou, wat je natuurlijk vaak ziet is dat het Als we kijken naar preventiemedewerkers, is dat vaak, je zit er een fase voor. Het is natuurlijk, kijk, op het moment dat er iets gebeurt, dan leren wij de BHV'ers dat je collega's, dat je ruimte moet hebben om een slachtoffer heen, om te kunnen handelen. Ja. En wat je daar ook al ziet, dat is dat als er iemand, moet je bijvoorbeeld eens kijken in een winkelcentrum, als er iemand onwel wordt, wat er gebeurt. In eerste instantie zie je vaak dat er niks gebeurt. En als er dan iemand gaat helpen, dan zijn er al heel snel mensen die zich ermee gaan bemoeien. Dat zijn collega's, dat zijn omstanders, dat zijn mensen die goed bedoeld vaak, hè, want laten we dat alsjeblieft niet uit het oog verliezen, die goed bedoeld tips gaan geven. Terwijl een ander denkt van maar je hebt je nog helemaal nergens mee bemoeid en nu ga je ineens mijn werk bekritiseren of je gaat je ermee bemoeien. Het is actie-reactie. Ordeverstoring kan dus heel breed zijn. Het kan in het werkveld zijn van hulpverleners die op een vervelende manier worden bejegend. Het kan ook zo zijn dat het om kleine incidenten gaat, persoonlijke incidenten op de werkvloer, dat iemand bijvoorbeeld gepest wordt. En om dat goed te kunnen signaleren is er een preventiemedewerker nodig. Wat doet een preventiemedewerker binnen een bedrijf, Kees? Al sinds de 90 jaren is een preventiemedewerker eigenlijk een verplichting uit de ARBO-wet. Dat is eigenlijk nooit gehandhaafd. Het moest er zijn. Maar wat moest hij dan doen? Nou ja, hij moest preventief bezig zijn. Ja. Hij moest eigenlijk zorgen dat de ARBO-wet uitgevoerd werd. Nou, sinds vorig jaar is die ARBO, die preventiemedewerker, is weer terug in het leven geroepen. Omdat elke ondernemer die personeel in dienst heeft zich in feite moet wenden tot een ARBO-dienst op het moment dat er sprake is van ziekmeldingen. Ja. Nou, wat we natuurlijk met z'n allen niet willen, dat is dat mensen langdurig in die ziektewet zitten. Wat je bijvoorbeeld daaraan kunt wijden is dat bureaus in hoogte verstouwbaar moeten zijn, dat beeldschermen in hoogte verstouwbaar moeten zijn, dat je een goede luchtkwaliteit moet hebben, dat het in een pand niet te heet mag zijn, dat als het zonnetje erop staat, dat je niet weg zit te koken, dus dat je een goede luchtbehandeling hebt, goede airco hebt. Noem het allemaal zomaar op. Maar ook dat je brandblussers gekeurd zijn. Ook dat je verbandtrommel aanwezig is en gekeurd is. Nou, al die dingen die leiden ertoe dat mensen een
ja, zeg maar een veilige werkplek, een betere werkplek hebben waarbij ze niet snel ziek zullen worden. Maar daar horen ook een aantal dingen bij die in ons werkveld zitten. De BHV moet geregeld zijn, je moet kunnen reanimeren, je moet kunnen helpen. Wat wij hebben gezien is dat er was gewoon behoefte aan die preventiemedewerkers, zeker ook omdat arbeidsdiensten zeggen, het is heel goed, maar wij willen, als er op sprake is van een vermoeden dat het door het werk komt waar iemand ziek is, willen wij spreken met de preventiemedewerker. Ja. Want die preventiemedewerker is speciaal aangesteld binnen een bedrijf om preventief maatregelen te nemen om te voorkomen dat mensen langdurig uit de relatie raken. Ja, en in het geval van de cursussen die jij geeft, blijft het niet alleen bij, joh, hou even in de gaten of het niet gaat stinken op de werkplek, of iedereen genoeg lucht heeft, of de stoelen goed staan. Maar jullie houden bijvoorbeeld ook wel in de gaten van, een collega is al een tijdje stil, gaat het wel goed met diegene? Ook dat geestelijke aspect is ook een onderdeel van de preventiemedewerker, absoluut, toch? Absoluut. Ja, want we hebben we zien natuurlijk de maatschappij in die zin ook zeker veranderen dat het hashtag MeToo heeft wel iets teweeg gebracht. We moeten absoluut, want begrijp me niet verkeerd, we moeten elkaar gewoon nog wel gedag kunnen zeggen, we moeten ook nog een knipoog kunnen geven naar een collega waar niet meteen iets achtergezocht hoeft te worden. Maar waar het natuurlijk vaak om gaat is dat de kleine treitenmomentjes. Iemand wat jij zegt, iemand die bijvoorbeeld stil is. Kijk, ik bedoel, we hebben allemaal eens een nare dag en we hebben allemaal eens een roldag en dat mag best 2 dagen duren, maar iemand moet op een gegeven moment vragen, joh, gaat het wel goed met je? Ja. En het is niet zo makkelijk om naar je baas te stappen en te zeggen, joh, ik word gepest. Of het is niet zo makkelijk om meteen een vertrouwenspersoon in te schakelen. Maar het is wel fijn als je iemand hebt op de werkvloer die het ziet en jou de vraag stelt. Ja, nu vraag ik me wel af, want je zegt, Kees, het is sinds een jaar verplicht om een preventiemedewerker in je bedrijf te hebben. Maar ja, is dat nou algemeen bekend? Want ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord, ook niet binnen grote bedrijven. Het wordt steeds bekender. Het is een algemene bekendheid aan het worden. Op het moment dat je in contact komt met je arbeidsdienst, dan zal die arbeidsdienst daar ook naar gaan verwijzen. Ook daarin kom je weer, we hebben het ooit wel eens een keer gehad over risico-inventarisatie, maar de risico-inventarisatie zorgt er ook eigenlijk voor dat, zijn dit soort dingen geregeld? Staat daar een neetje? Ja, dan kom je eigenlijk automatisch onder de loep te liggen. Zeggen ze van, nee, maar waarom heb je dat niet geregeld? Want het moet. Ja, en ik heb begrepen van je, we hebben ook een voorgesprekje gehad vanmiddag, dat onder de 25 medewerkers dan zou de directeur het nog kunnen doen. Zou je ook kunnen kiezen voor een preventiemedewerker. Maar daarboven ben je het erg uiteindelijk echt ook verplicht en wordt daar straks ook misschien zelfs wel gehandhaafd. En zo'n preventiemedewerker kun je gewoon binnen het bedrijf aanstellen. Maar het zou ook wel fijn zijn als hij natuurlijk een rugzak meekrijgt en ook weet wat hij moet doen. Daarvoor biedt jouw organisatie BHV Nederland cursussen aan. De opleiding preventiemedewerker. Dan moet je niet gelijk schrikken dat je denkt, ik ben jaren aan het studeren. Dat kan allemaal binnen een dag. Kun je eens vertellen wat BHV Nederland biedt in die cursus? Wat kunnen mensen verwachten als ze zich morgen melden aan de poorten van BHV Nederland? Als ze zich morgen melden aan de poorten van BHV Nederland, dan hebben we niet de cursus preventiemedewerker voor ze. Wat wij doen, we bieden deze trainingen één keer per kwartaal aan. Dat start eigenlijk altijd. Dat is een beetje de draad zoals wij hem volgen. Je start met de normale cursus preventiemedewerker. Waarbij je dus heel breed gaat kijken van, ja, wat is nou de onderliggende gedachte van de preventiemedewerker? Waar is die allemaal voor? Wat kan die allemaal doen? Hoe kan die nou zorgen dat mensen snappen dat de doskopieerpapier beter niet voor de deur kan staan die dicht moet vallen als er brand is? Hè? Dus in het hele voortraject. Nou, in die training, dat is een training van een dag, daar komt ook een klein stukje ongewenste omgangsvormen naar voren. Maar omdat je ziet dat het een steeds belangrijker onderdeel uitmaakt van bijna elk bedrijf, is de tweede dag echt gericht op ongewenste omgangsvormen in hele brede zin. Ja. Dus je moet dan echt niet denken aan de beveiliger die bij ons komt en die dat moet leren. Want ja, natuurlijk, die beveiliger komt er in zijn werkveld mee in aanraking. Maar het kan ook gewoon iemand zijn op een heel simpel bedrijfsverzamelgebouw waar bij wijze van spreken 50 man werken.
Die hebben er net zo goed mee te maken. Ik kan me voorstellen dat er gedurende zo'n dag, we hadden het hier net al even over, in eerste instantie wordt er dan een beetje lacherig gedaan. Het gaat over het masseren van een collega even zo tussendoor. Ja. Of iemand die niet zo lekker ruikt. Hoe maak je dat bespreekbaar? Maar al snel merkte ik ook voor de uitzending, dan wordt het toch wel serieus. Iedereen heeft wel een verhaal. Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk voordat je er erg in hebt, is het al 4 uur en heb je heel veel verhalen besproken in zo'n groep. Ja. Zo'n dag vult zich eigenlijk een soort automatisch. Want wat jij zegt is wel waar. Met name die eerste dag zien wij dat al. Hè. Dan zie je echt mensen, het is verplicht, dus we gaan het doen. En dan komen ze bij ons op locatie en dan gaan ze met, zeg maar gemiddeld 7-8 personen van verschillende bedrijven gaan ze zo'n training volgen. En dat is heel interactief, want je bent natuurlijk altijd bezig met, joh, hoe werkt dat nou bij jou? En dan komt vanzelf de buurman of buurvrouw en die komt met, bij ons hebben we... En eigenlijk is die eerste dag al, eigenlijk gaat het bijna vanzelf, zou ik zeggen. Want mensen die voelen ineens van, oh, maar wacht even, dit heeft ermee te maken. Maar, oh, maar dan heeft dit ook mee te maken. Ja, en voor je het weet is de dag om. En dat is bij die tweede dag eigenlijk nog veel duidelijker. Omdat iedereen herkent vaak ook wel pesten. Alleen... Ja. Wij realiseren ons niet dat een simpele opmerking, hè? Ik bedoel, de Sier heeft niet voor niks altijd campagnes over dat je een buitenlandse medewerker ook gewoon aan kan spreken met zijn voornaam. Dat soms is het lachen en soms gaat het zeer doen. En juist dat, daarmee kun je voorkomen, als je dat herkent en erkent, dat je daar gewoon op een hele simpele manier iets van kan zeggen. En dat hebben heel veel mensen meegemaakt. En soms zeggen mensen ook ineens van, oh, wacht even, ik doe eigenlijk precies hetzelfde. En dan hoef je niet overal gelijk iemand een druimse oren voor te geven, maar het je soms realiseren en bespreekbaar maken, maakt het ook helemaal geen issue. Nee, los van het feit, want dan worden directeuren van bedrijven altijd een beetje nerveus dat het verplicht is en dat er ook nog wat kosten aan verbonden zijn. Ja. Levert het ze natuurlijk ook iets op, los van vrolijke, fitte medewerkers en een veilige situatie. Ook een stukje ziekteverzuim wat wellicht tot het minimum beperkt kan gaan worden door deze. Als je vroegtijdig iets signaleert natuurlijk. Dat is de achterliggende gedachte altijd geweest, hè, van een preventiemedewerker. Zorg dat je ziekteverzuim naar beneden gaat en in ieder geval niet toeneemt. En dit soort dingen helpen daar gewoon heel erg bij. Je moet dingen bespreekbaar maken. Ik bedoel, gelukkig bespreken we tegenwoordig heel veel dingen. Alleen op de werkvloer is het soms wel eens lastig, hè, want wat kun je wel, wat kun je niet zeggen. En wat je ziet bij hele andere opleidingen, bij de opleiding vertrouwenspersoon, zie je dat precies hetzelfde. Op het moment dat mensen weten dat ze iets kunnen delen met iemand, dan gaan ze dat ook doen. En dat is met een preventiemedewerker precies hetzelfde. Kijk, wij leiden BHV'ers op, hè, bedrijfshulpverleners. Dat zijn eigenlijk mensen die altijd handelen op het moment dat het is misgegaan. Dus dat er brand is, of als iemand het aan zijn hart heeft gekregen, of als iemand gestruikeld is over iets, hè, dan moet je kunnen helpen. Maar je kunt dus preventief, hè, dat begint al bij wat ik net zeg, de doos kopieerpapier die niet voor een deur staat, die dicht moet vallen als er brand is. Ja, op het moment dat je zorgt dat soort dingen gewoon gebeuren, hè, dat die doos daar niet staat, dat mensen snappen waarom die er niet moet staan, ja, dan wordt het eigenlijk een soort automatische, wordt het een soort cultuur binnen een bedrijf. En boven de 25 medewerkers is het verplicht. Daaronder is het ook wel vrijblijvend. Zou je het ook gewoon kunnen doen, toch? Denk ik? Het is verplicht. Het is sowieso verplicht. Als je ondernemer bent en personeel in dienst hebt, dan ben je verplicht om te voldoen aan de Arbo-wet. Nou, de Arbo-wet die zegt dit soort dingen. Dus ook de directeur met 1 medewerker moet iets geregeld hebben. En ik snap ook wel, want ik ben ook heel praktisch ingesteld, dat misschien een hele rare situatie is. Moet je daar nou voor naar cursus? Nou, als je dat interessant vindt, zou ik het zeker doen. Maar ik snap ook dat je, maar heb er oog voor. Ja. Zorg dat je weet wat het is. En tot slot, Kees, wat doe je dan met al die informatie als je dat hebt opgeschreven, genoteerd? Je hebt een gesprek gehad met iemand. Ga je dan als preventiemedewerker naar je directeur en breng je dan een soort rapport uit? Want er moet wel iets gedaan worden natuurlijk met die informatie. Nou, in feite kan je zelfs de directeur passeren. Je zou direct naar een arbeidsdienst kunnen gaan. Maar je moet ook altijd wel kijken, want daar zijn we ook heel erg scherp op. Ja. Het is natuurlijk niet bedoeld om onrust te stoken. Het is niet de bedoeling omdat je gelijk naar de bond loopt of gelijk naar een arbeidsdienst of gelijk naar de ondernemingsraad. Maar het is wel bedoeld dat je het vroegtijdig signaleert. Soms is een opmerking maken al meer dan genoeg. Maar verslag leggen is altijd goed, weet je. En als je...
Wij zitten bij heel veel bedrijven waar wij van risico-inventarisatie tot het keuren van de brandblusser binnen zijn. Wij zeggen altijd, zorg dat je veiligheid op de agenda hebt staan. En dat hoeft niet elke maand, maar zorg dat één keer per kwartaal, want we overleggen ons suf. Maar zorg nou dat één keer per kwartaal veiligheid, in de algemene zin, gewoon op de agenda staat. Want dan kun je namelijk dingen bespreken. Wij hebben gemerkt dat. Nou, en als het uit de hand loopt, ja, dan zul je iemand aan moeten spreken die de leiding heeft binnen het bedrijf. Ja. Maar zover moet je helemaal niet proberen te laten komen. Het lijkt me een wijze les voor het Haagse bedrijfsleven en hier de gehele regio. Stel, mensen hebben interesse, Kees, in een cursus preventiemedewerker, misschien nog wel breder, een totale BHV-opleiding. Maar vooral dit aspect, de preventiemedewerker, ook nog even benadrukken. Het is verplicht. Hoe kunnen mensen in contact treden met BHV Nederland? Nou, dat kan via onze website, www.bhvnederland.nl. Dat kan via mail, customersupport@bhvnederland.nl. Dat mag ook eventueel naar mij direct door Kees met een K @bvnederland.nl of 085-2014-733. Kijk, we hebben alles op een rijtje staan. Ontzettend bedankt. We hebben er heel veel van geleerd. En ja, goed, knoop het allemaal in jullie oren. En als jullie meer informatie willen, ga dan even naar de website van BHV Nederland. Kees Weerheim, dankjewel. Nog een hele fijne avond. Hey Martijn, jij ook bedankt. Fijne avond, goede uitzending. Hoi hoi. Yo, hoi hoi. Een item gemist. Vanaf donderdag is alles terug te luisteren op dossiermastenbroek.nl.